Maar dat is dus niet specifiek genoeg, want meer is, ja, wat is meer, zeg maar? Als ik er morgen één meer heb, dan heb ik er meer, dan heb ik mijn doel behaald. Ik dacht, waar ben je nou heen? Hallo! Hallo! Ja, want er zijn al duizenden redenen waarom je het niet zou doen. Tuurlijk! Ja. Er zijn honderden redenen om iets niet te doen, maar dan blijf je constant hebben, ja shit, wat nou wat was wel gebeurd? Hallo lieve mensen, gelukkig nieuwjaar. En ja, een nieuw jaar, dat betekent meestal goede voornemens. En nou moet ik heel eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk zelf niet echt aan doe. Omdat voor mijn gevoel bij mij goede voornemens nooit echt werken. Omdat ik het dan uit ga stellen en als ik iets anders wil gaan doen, dan moet ik het gewoon nu gelijk doen. Omdat ik het nu gewoon echt heel graag wil. Maar het is wel een mooi moment altijd, vind ik, het nieuwe jaar om even te kijken naar... Wat waren mijn doelen de afgelopen periode? Wat heb ik bereikt in de tussentijd? Maar ook vooral een soort van het aanscherpen van die doelen. En even opnieuw de focus weer vinden. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga kijken naar wat mijn doelen waren voor afgelopen jaar. En ik ga kijken of ze nog aangescherpt moeten worden. En wat voor nu mijn focus gaat zijn. En ik heb altijd heel veel dingen in mijn hoofd die ik wil gaan doen. Maar het is natuurlijk heel belangrijk om de focus te hebben op een paar grote doelen. Dus wat ik doe is, ik schrijf al mijn doelen schrijf ik op. En dan ga ik daaruit 3 doelen kiezen die voor mij nu in de komende periode de grootste focus moeten gaan hebben. Dus ik ga eerst nu in dit boekje, dat heb ik een half jaar terug heb ik gekocht. Daar schrijf ik al mijn doelen, ideeën en dat soort dingen schrijf ik hierin op. Dus ik ga eerst een lange lijst maken met al mijn doelen. En dat kan privé, zakelijk, alles mag het zijn. En daarna kies ik uit welke van die 3 de meeste prioriteit hebben voor mij voor de komende periode. Ja, wat ik nu dus heb gedaan is al die doelen opgeschreven. En wat ik nu doe is 3 dingen uitkiezen die mijn focus gaan hebben voor de komende 3 maanden. En wat ik dan heel erg merk is dat ik het soms best wel lastig vind om mijn doelen heel specifiek te maken. Dus ik heb net al een paar keer gekrast. Ja, want dan is bijvoorbeeld een van de dingen die er staat als doel is meer abonnees op YouTube. Maar dat is dus niet specifiek genoeg, want meer is, ja, wat is meer, zeg maar? Als ik er morgen 1 meer heb, dan heb ik er meer, dan heb ik mijn doel behaald. Dus ik schrijf nu heel specifiek erbij, ik wil in juli wil ik 8000 abonnees op mijn YouTube kanaal. En ik probeer mijn doelen ook zo groot mogelijk te maken, zeg maar. Dus niet te veilig, van 100 abonnees over een maandje erbij is prima. Maar nee, ik wil er 8000 meer. En dat zorgt er dus ook voor als mijn doelen groter worden, dat ik dus ook andere acties ga nemen om dus die doelen te behalen. En als ik deze doelen dan zo zie, dan denk ik ook wel, ja, dit is ook wel iets waar ik de komende maanden heel hard voor wil gaan werken. Ik ga nu naar Masha toe. En die heb ik leren kennen tijdens een training van Sunny Verhoeven. Vandaag gelukkig morgen succesvol. En zij is een aantal maanden terug ook haar eigen YouTube kanaal gestart. En dat is iets wat ze al heel lang wilde en al heel lang in haar hoofd had. Maar elke keer dacht ze, ik ga het toch maar niet doen. En toen opeens dacht ze, fuck it, ik ga het wel doen. Want het is iets wat ik al heel lang wil. En ik ben benieuwd wat bij haar het moment was dat ze dacht, nu ga ik het doen. En hoe ze nou zorgt dat ze dat doel helder voor ogen houdt. Ja, en de focus niet verliest tijdens dat doel behalen. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij dat doet. Ik dacht, waar ben je nou heen? Hallo! Hallo! Daar heb je er. Tim gaat hard lopen. Oh. Hallo. Hoi Tim. Je bent ondertussen gewend om op de camera te staan. Ja, waar. Je kleurt mooi bij de bank. Je moet ook iets wat meer blokkeert. Deze? Ja, die. Ik voel een beetje een beauty vlog zo. Kijk nou eens naar de zijkant. Nee, zo is die goed. Hij is weg. Ja, jij bent dus... hoe lang geleden ben jij begonnen met je YouTube-kanaal? Een half jaar geleden nu, volgens mij. En dat was iets wat jij al heel lang wilde, toch? Ja, ik denk eigenlijk al... Heel eerlijk, vanaf mijn 18e. Maar wat is dat dan? Dat je dan zo erg die droom hebt, maar dan toch niet... Ik denk... 1. Bang te zijn om te falen, omdat ik aan mezelf hele hoge eisen stel. Ja,
te snel eigenlijk... Ik wil eigenlijk altijd al meteen op 100 zijn. Terwijl je gewoon op 0 moet beginnen. Ja, dat herken ik wel echt heel erg hoor. Ik vond dat in het begin ook heel moeilijk. Want dat voelt dan toch een beetje... Dan voel je je toch ook een soort van heel erg kwetsbaar of zo, toch? Dat je denkt van, ik begin nu hiermee. Ik heb nog helemaal geen kijkers. Ik heb nog helemaal niet echt iets. Maar ik ga toch maar... niet opgebouwd. Nee, maar ik ga toch maar gewoon beginnen of zo. Ja, ja, en ik denk dat dat constant blokkades waren. Dus bang om te falen. Eigenlijk iets moeten maken wat ik zelf nog niet goed genoeg vind. Ja, want hoe doe je dat dan? Want dat merk ik nu zelf. Ik ben dan even een periode eventjes uit geweest. En daarna wilde ik gewoon weer verder gaan als waar ik begonnen was. Maar toen merkte ik toch dat dat best wel lastig was. Omdat ik in één keer wel even die focus kwijt was. Ja. Hoe hou jij nou je focus dan heel helder en duidelijk op je einddoel, zeg maar? Ik denk dat die nu nog niet per se op het einddoel is. Want dat vragen mensen ook wel. En hoe gaat het met je kijkers? En wat wil je nou precies ermee doen? En ik merk ook dat ik dat soms lastig vind, want dan moet ik een antwoord geven wat nog niet is hoe ik zou willen dat het is. Nou, zelfs met bijvoorbeeld afgelopen donderdag ging er een online, dat was de dag van kerstavond. Het moet gewoon echt van mezelf. Dus ik hou mijn doel voor ogen dat ik van mezelf moet posten op die dag. Ja. En of er nou tientallen mensen naar gaan kijken of honderden mensen... Dat maakt me niet uit, maar ik heb een soort van in mijn hoofd dat ik iemand teleur ga stellen als ik die dag niet post. Ja. Ja, want ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen, dat als ze ergens aan zijn begonnen, ze hebben een paar tegenslagen gehad, dat je dan best wel snel kunt hebben van, dat je een doel gaat bijstellen. Ja. Dus daarom denk ik dan inderdaad van, hoe kun je nou toch zorgen dat je niet te snel zegt van, ga ik wel wat anders doen. Nou, in het geval nu van YouTube... ben ik totaal niet aan het kijken naar hoeveel weergaven er zijn op die video's. Ik weet het wel ongeveer, maar de exacte aantallen, dat weet ik niet. Doe je dat expres niet? Dat doe ik expres niet, omdat ik weet dat dat echt nog niet is waar ik wil dat het gaat zijn. Mm-hmm. Maar als ik me daar elke week eigenlijk dus op het negatieve ga focussen, dan weet ik dat ik op een gegeven moment ga stoppen. Ja. Want dan denk ik, nog steeds niet zoveel kijkers, nog steeds niet zoveel abonnees, nog steeds niet dit, nog steeds niet dat. En ik denk ook dat hele doorzettingsvermogen, dat het allerbelangrijkste is. En dat je daarbij niet moet focussen op het negatieve. Dus te weinig kijkers of dat soort dingen. Maar dat je heel erg moet gaan kijken van wat is er wel? En wat valt er misschien nu tegen? Maar als ik doorzet, waar kan ik dan komen? En dat eigenlijk als een soort van puntje op de horizon houden. Van maar als ik nu stop, ga ik daar nooit komen. Nee. Dus ik moet doorgaan. Ja. Ik ga gewoon in kleine stapjes. Maar dat is ook niet zo gek. Want een opleiding tot docent duurt ook 4 jaar. Ja. Dus daar kan je kan ook niet vandaag zeggen ik wil docent worden. En morgen al voor klasleerlingen staan. En zorgen dat je alles kan doen met die leerlingen. En ze alles kan leren. Nee. Wat jij voor ogen hebt. Daar moet je les voor hebben. Daar word je in getraind. En dat doe je nu door jezelf te trainen. Door er elke week mee bezig te zijn. Ja. Het is eigenlijk een soort zelfschool. Ja. Ja, en ik denk wel dat jij en ik, want ik herken me heel erg in jouw verhaal, dat we niet de enige zijn die dat hebben. Ik denk dat heel veel mensen op een hele comfortabele plek zitten. Van, het is prima wat ik nu doe en ik verdien genoeg en ik zit hier wel oké, maar het is niet mijn droom. Ja. Maar als ik die droom achterna wil gaan, dan moet ik dit allemaal loslaten. En dan moet ik iets gaan doen waar ik nog maar helemaal onzeker van is of ik daar succesvol mee ga zijn. Ja. Of ik daar veel geld mee ga verdienen. Dus het is wel een risico. Ja. Dus ik denk dat dat toch heel veel mensen dan daardoor tegenhoudt. Maar daar heb je dus een aantal dingen voor. In jouw geval, jij hebt gespaard, zodat je weet, ik kan zo lang erover doen om mezelf te evalueren of misschien een soort bedrijfsplan daarnaast te bedenken waar ik dan mijn basisinkomsten mee verdien, zodat ik hiermee kan gaan groeien. Ik, in mijn geval, ben op zoek gegaan naar, want ik was freelancer, maar ik ben op zoek gegaan naar een vaste baan, part-time, om te zorgen, ik moet die x-aantal dagen in de week maken, die uren... En dat gaat ervoor zorgen dat ik daarnaast ook nog iets anders kan doen. Ja, ja, want er zijn al duizenden redenen waarom je dit niet zou doen. Tuurlijk, er zijn honderden redenen om iets niet te doen. Maar dan blijf je constant hebben... Wat als ik het wel had geprobeerd? Gooi het de wereld in. Ja. Ga erover praten. Zoek ook echte mensen op die jou supporten. En blijf niet in die mensen hangen die zeggen... moet je dat wel doen? Ja. Is het wel verstandig? Daar ga je toch nooit geld mee verdienen? Nee. Nee, ga die mensen... Ik zeg niet dat je moet stoppen met die vriendschap.
Maar met die mensen hoef je daar niet meer over te hebben. Nee, zoek nee. de mensen op die jou wel supporten. Die ja. wel doorvragen. Hoe gaat het ermee? Ga je er nog aan beginnen? Ja. Ja. Al goede tips. Hij draait nog. Oh, jawel. Oh, mijn god. Ik zag aan je ogen dat je dat dacht. Ik zat te kijken naar het rechterscherm en ik zag niks rood. Zo, mijn hart ging eventjes... Maakte een sprongetje.